In 2 extra wagons die aan de Italië-express waren gekoppeld, arriveerden 94 vluchtelingen in ons land. Het grootste gedeelte verliet de trein in Arnhem. Deze mensen, die afkomstig zijn uit alle delen van Oost-Europa, hebben de jaren na hun vlucht doorgebracht in Trieste. Ze leefden hier in erbarmelijke omstandigheden en velen van hen kregen tuberculose. Door de radioactie Een Ton voor Trieste, die ruim 2,5 ton opleverde, heeft men ongeveer 100 van de ernstigste gevallen naar ons land kunnen halen. Dit contingent bestaat uit gezinnen waarvan 1 of meer leden lijden aan TBC. Voor hun vertrek uit Trieste hadden ze allen nieuwe kleding gekregen. Na een kort oponthoud in Arnhem werden de mensen met particuliere auto's naar hun bestemming vervoerd. Voor de jonge vader Simon Jenko was dat het sanatorium in Amerongen, waar hij hopelijk genezing zal vinden. Hier moest hij afscheid nemen van zijn gezin, dat elders bij particulieren werd ondergebracht. Zo is dankzij de offervaardigheid van duizenden Nederlanders voor een deel der vluchtelingen een einde gekomen aan de uitzichtloze wereld waarin deze mensen leefden.